Waar in hemelsnaam ben ik nu? Maar nummer 3. Dus ik, dat is toch RVO? De eerste opdracht die ik vanuit het Rijks-e-traineeship heb gekregen, is namelijk bij de uitvoeringsorganisatie Dictu. Als ik mijn opdracht bij Dictu heel kort zou moeten beschrijven, zou het zijn het meehelpen met het oprichten van een dienst om applicatielandschappen bij rijksorganisaties op te schonen. Daarnaast ondersteun ik mijn collega's Peter en Arjan, die ook de trekkers zijn van dit traject, in hun werkzaamheden. Nu ligt de focus voornamelijk op het uitfaceren van legacy applicaties en er is al een pilot traject gaande tussen RVO en Dictu, waar ze al zover zijn om dit proces vorm te gaan geven als een dienst geleverd door Dictu. Ik werk al 1,5 maand in deze opdracht en zoals jullie kunnen zien, het is een best grote opdracht. Ik heb geleerd dat het heel belangrijk is om te netwerken met de Rijksoverheid. Je moet echt kunnen bijhouden van de ontwikkelingen en de betrokkenen bij een onderwerp. Je moet ook heel snel kunnen schakelen tussen verschillende taken en verantwoordelijkheden. Dus ja, het is heel divers, heel dynamisch, maar ik krijg echt energie van. Zoals ik al in de compilatievlog heb verteld, werk ik op verschillende locaties. Bijvoorbeeld op de eerste werkdag al was ik meegenomen naar RVO Utrecht voor mijn eerste overleg bij de opdracht. 2 weken daarna ben ik naar Assen geweest om het pilotteam daar te leren kennen. Ik moet even wel mijn weg vinden van waar ik moet zijn. Waar in hemelsnaam ben ik nu? Maar nummer 3, dus dat is toch RVO? Goed hoor. En morgen ga ik zelf naar Zwolle om het vervolg van het overleg bij Utrecht te bijwonen. En meestal ben ik in Den Haag op het kantoor van Dictu in het gebouw van de ministeries van LNW en EZK. Ik heb hier niet te maken met een vaste werkplek, want bij Dictu werken we met cloud werkplekken. Dus ik kan ook met alle gemak soms thuiswerken. Na een aantal uren hard hebben gewerkt, ga ik soms binnen het gebouw rondjes lopen, waardoor ik allemaal leuke plekken tegenkom. Bijvoorbeeld de innovatielab waar ik in mijn eerste vlog zat. Ofwel het Grand Café waar ik meestal mijn warme chocomel met slagroom ophaal. Of de rode kantine ofwel baarmoeder, zoals andere mensen het noemen. En ook nog het Vitaal Café waar ik soms jonge collega's kan vinden die zijn aan de tafel dansen. Je moet nu wel scoren, hè? Maar soms ga ik met mijn collega even in de Haagse Bos wandelen tijdens de pauzes. Vandaag gaan we even rondlopen in de Haagse Bos, een beetje op stress, een beetje ontladen. Bad boy in the mirror like, yeah, I'm in love. Blame it on me, yeah. Yeah, I'm in love. Brrr. Ik ben nog heel blij met mijn eerste opdracht bij de Rijks-e-traineeship bij Dictu. Want ik werk aan een super interessant onderwerp. Dat zeker ook complex is, maar die een heel grote positieve bijdrage kan leveren aan de ICT-problematiek die we hebben bij de Rijksoverheid. En daarnaast is het ook heel fijn om met enthousiaste en gedreven collega's te werken die graag me willen helpen, ondersteunen en opleiden en zelfs nog in mijn vertrouwen om initiatieven op te nemen. Nou, dat was even kort de beschrijving en ervaringen van mijn eerste opdracht. De volgende keer weet ik nog niet wat ik aan jullie ga laten zien, maar verwacht weer een heel leuke vlog en blijf mijn Trainee TV volgen. Tot de volgende keer!